Mensen, jeetje, Mina, de eerste seconden, we zijn helemaal los. Nou zijn John en ik al een kleine 10 minuten, kwartiertje aan het spreken met elkaar. Goedenavond, John. Hey, hoe is ie? Met Long name, time. long time no see inderdaad. Na 3 jaar is het inmiddels geweest, bijna vier Ja, jaar bijna alweer, hè? vier, hè? Ja. Ongelooflijk. Nou, gaan we het ook allemaal over hebben vandaag. Nou, als jullie denken, wie is John of wie zit ernaast? Ik zal eerst even kijken of ik überhaupt verbinding heb hier al. Die Jetremin, komt u maar. Ja, kijk, nou, dit is mooi voor StreamYard. Ik kan dus ook nog een beetje dingen aanklikken. Ik hoop dat het geluid goed is, mensen. Volgens mij wel, toch? Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ik zat er klaar voor, zat er klaar voor. Nou, goedenavond iedereen. We gaan er een gezellige, mooie bespreking van maken. Een mooi gesprek van maken. Ik heb een aantal mooie vragen geformuleerd van John. En als je niet weet wie John is, ga een hele even kunnen kijken. Komt hij aan? Beste mensen, John Bazelmans, 1954, is een Nederlands artiest, schrijver, beeldhouwer, grafisch ontwerper en illustrator. Bazelmans is vooral bekend om zijn illustraties en pentekeningen. Hij heeft meer dan 200 postzegels ontworpen voor de Nederlandse Antillen en heeft meegewerkt aan diverse schoolboeken. Zijn werk is te zien in musea en galerijen over heel de wereld. Bazelmans is ook een schrijver. Hij heeft tientallen boeken geschreven over Curaçao, waaronder Zwartboek van Curaçao, Mafia-eiland en dergelijke. Deze boeken gaan over de corruptie en criminaliteit op Curaçao. Zoals je al kunt voorstellen, Bazelmans is een controversieel figuur. Hij wordt soms bekritiseerd om zijn kritiek op de overheid en de samenleving op Curaçao, maar toch wordt hij ook vooral gerespecteerd op zijn eerlijkheid en zijn inzet voor een beter Curaçao. Vanavond dus haantje in gesprek met John Bazelmans. Ja, natuurlijk mensen. Nou, fantastisch hé. Leuk dat je er bent, John. Althans, je zit natuurlijk gewoon lekker thuis. Er is een verschil van 6 uur ik voel me wel een wereldster zo als je zo al begint. Ja, dit is mijn allerbeste NLP-stem. Luister goed mensen, dus de prijs van vanavond is €10.000. Jongen, 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 man. Ik word er moe van als ik daar zie wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb gewoon maar een beetje een kleine greep gedaan in een beetje wat ik allemaal online kan vinden bij John Bazelmans. Nou, zoals ik al eerder vertelde, ik ben dus heel veel bezig met geschiedenisonderzoekjes. En ik kwam jouw naam een aantal keer tegen, want je hebt inderdaad zoveel boeken geschreven, John. Dat klopt, hè? Momenteel, ik zit op 103, dus... 103 boeken. Ja, en, maar nou ben en ik hoe schrijf jij boeken? Hoe schrijf jij boeken? Gewoon, doe je het typen of doe je het inspreken? Nee, typen. Gewoon ja, ouderwets hier met een rotding dat ik hier voor me heb. Hier, dat toetsenbordje. Ja. Ah, nee, ik ben nog ouderwets hoor. Ja, prima. Nee, ik word het op een gegeven moment helemaal gestoord van het getypt. Gewoon. Weet je, ik ga het ja, gewoon praten tegen die computer en dan gaat hij wel typen toch? Als ik dat hier tegen die AI ga zeggen, dan maken ze er zelf maar iets van. En dat wil ik ook niet hebben. Dat is één wat zeker is, ja. Die dingen maken er van alles en nog wat van. Nou, ik zie ook inderdaad even kijken. Oh, ik heb hier nog een scherm. Dan kan ik het even beter in de gaten houden. Nou, ik heb ook ingesteld mensen dat alleen leden, of tenminste mensen die lid zijn van de pagina, überhaupt kunnen reageren. Tenzij je 20 minuten lang of lid, langer of lid bent. Dan kun je pas reageren. Waarom? Omdat er de laatste tijd, zoals we allemaal weten, natuurlijk lekker worden geshadowband, maar ook worden lastiggevallen door allerlei figuren die dus met diverse accounts bijzondere opmerkingen proberen te maken. Daar gaan we dus vanavond, hebben we er geen aandacht voor en hebben we dus ook geen ruimte voor. Sowieso, John, om maar met de eerste vraag te beginnen. Nou, heb je natuurlijk sowieso al een bijzonder leven gehad en heb je nou, wat voor bijzondere levensbeschouwing heb je hier nou zelf aan overgehouden, zeg maar? Want hoe sta jij in het leven? Ben jij een atheïst? Ben je een gelovig man? Of ben je van een overtuiging? Nee, ik geloof in mezelf en ik geloof in de energie. En daar werk ik dus mee. En ik ga al die verhalen eromheen en al die boekwerken waar iedereen over aan het vechten is. Nou, daar hou ik me gewoon buiten, want dat heeft geen zin. Kijk, uiteindelijk zijn al die boeken is één boek geweest. Of één boekje geweest. En goed, dat daar mensen nou willen leven. Heel mooi, heel aardig, heel netjes. Dat moeten hun, dat hebben hun nodig. Let maar op trouwens, de mensheid valt altijd terug naar een bepaalde groep. Moet altijd een zogenaamde leider of een, ja, hoe je noemen dat? Iemand waar ze aan vast kunnen klampen. Ja, gewoon een boekbeeld, weet ik veel. Ja, goed. Als dat de mensen nodig hebben, ja, ik kan het ze niet ontnemen. Ik probeer alleen bijvoorbeeld in mijn ene geniale boeken, waar het dus
puur over de energie gaat, wil ik hun laten zien dat uiteindelijk, of het nou een god of een boeddha of een Allah of we noemen die hele rits maar op, het is allemaal dezelfde energie. En waarom zou ik mijn energie in een of andere kerk of geloof gaan gooien, als ik die energie zelf kan opwekken of zelf heb en daarmee kan werken? Dat maakt ook gewoon, ja, dat ik... Dus wordt het ook meer een ervaring, denk ik, toch? Meer eerder een overtuiging dus gewoon, toch? Ja, ja, kijk, je gaat, hoe meer je gaat wroeten in de geschiedenis, waar we het net ook even samen over hadden, hoe diep je er ook in gaat, je komt eigenlijk bij één kern uit. En ja, dat is maar net wat jij daarvoor een naampje geeft. Kijk hoeveel clubjes er tegenwoordig niet zijn. Iedereen wil wel bij een of ander genootschap horen. Gewoon, en dat is puur, dat zijn de mensen die onzeker zijn voor zichzelf. En het zijn natuurlijk ook wel een paar rare genootschappen die hier de wereld beheersen natuurlijk op de achtergrond. Want er, ik was vanmiddag een beetje dingen van je aan het lezen ook. En nou heb je bijvoorbeeld ook behoorlijk aan de stok gehad met autoriteiten in jouw leven of in jouw omgevingen. Dus je zal ook ongetwijfeld wel aan de stok hebben gehad met allerlei geheime diensten en hun praktijk, of niet? Je wil niet weten waar ik mee... Kijk, ik ben er eentje die al nou pakweg een 20, 25 jaar bezig ben tegen het grote geheel. En dat wil zeggen, ik schrijf net zo makkelijk een brief naar het Vaticaan of naar een of andere president of wat dan ook. En probeer daarmee iets naar boven te halen. Ja. Dat wordt nooit met een halleluja binnengehaald. Dat willen de mensen, en zeker het systeem wil dat niet. Nee. En je confronteert, ik, ja, God, mijn... Wat ik lang gedaan heb, is reclame gedaan. Mm. En reclame op de grafische school leer je... hoe meer contra je doet en meer op... dus dat je klapt uit iets... hoe meer jouw advertentie gaat werken. Kijk maar, vroeger, hoe was dat niet, ik noem maar wat, de colors van Benetton. Hoe hebben ze dat niet met de donkere mensen, met de blanke mensen en de gele mensen en de groene mensen en wat dan ook. En ja, daar zijn ze multimiljonair door geworden, door die ene advertentie. Ja, sowieso, het feit, dat heb ik het zelf ook altijd over, maar het feit hoe dat wordt vormgegeven, zeker in het reclame, dat is allemaal natuurlijk zo ongelooflijk psychologisch spelletje, waar hun natuurlijk alle ins en outs van weten, want dat is natuurlijk, het is alleen maar om het bewustzijn, de mensheid te manipuleren. Ja, de mensen te manipuleren. En ja, goed, dat hebben wij, ik ben nog old school geweest, ik bedoel, het is voor mij 50 jaar geleden onderhand dat ik, 53 jaar geleden dat ik op die school heb gezeten. Jezus, John. Je zit nou echt tegen een hele oude man te praten, dus respect, hè. Alle respect. Band af. Nee, serieus, ik hoop dat ik weet zeker dat ik, als ik jouw leeftijd ben, dat ik ook nog steeds volop aan het strijden ben. Maar absoluut respect, man. Nou, je hebt ook niet stilgezeten, 110 jaar. Stilzetten kan ik helemaal niet. En ben je nu bezig met de boek schrijven ook, of niet? Nee. Ik ben even, de boeken heb ik even stopgezet, want kijk, ik heb nou zoveel geschreven. Als de mensen het nou niet zien, of niet, dan willen ze het gewoon weg niet weten. Ik ga daar niet meer... Wat moet ik er nog bovenop schrijven? Ja. Nou, wat ik daar in de allerlaatste boek heb gedaan, dat was De Architect. Nou, dat was dus echt de kers op het toetje. Waar dus precies gepraat wordt over wat eigenlijk de wereld is, waar die om draait en wie en wat daar allemaal gaande is en wie dat zijn. Yes. En dan, nou, ik zeg je heel eerlijk, met het schrijven van het boek heb ik aardig wat keren echt moeten huilen, dat ik helemaal van de kaart was, omdat je in één keer werd dat rare beeld, kon je zien.
En dat heeft voor mij heel veel betekenis, dat boek. Maar ja, dan is het, weet je, kijk, Chris, het is vreemd. Ik heb zoveel boeken geschreven en veel van de mensen, kijk, ze zijn gratis te downloaden. Je hoeft er niets voor te betalen. Je kan een boek kopen, dat kan, want als jij echt een boek wil hebben, ja, oké, dan moet gedrukt worden, dan moet die drukker geld voor vragen. Geen probleem, kan je zo doen, maar je kan op internet, kan je van, ja, eigenlijk alle boeken kan je een e-pub of je kan een pdf kan je downloaden. Kan je gratis, kan je gewoon zitten lezen. En dan heb je mensen, dan zeg je van, oké, lees dat boek. En dan gaan ze zeggen van, ja, maar kun je het me niet in het kort vertellen? Ja, waarom schrijf ik dan een boek? Precies, maar ik heb gelijk. Want ik ben nog wel dat ik zelf jonger was. Nou ben ik natuurlijk al hartstikke jong vergeleken met jou. Nee, maar serieus, toen ik werd ik wel een jaar of 16 of werd ik wel 10 was, 12, 13. En ik was bij mijn oma. En mijn oma die las altijd stapels in het boeken. En ze zei, jongen, je moet altijd boeken lezen. En ik dacht vroeger in mijn jeugdige beeld, nevenbeeld, dacht ik letterlijk dat er alleen maar boeken bestonden met verhalen van mensen die een verhaal verzinnen. Maar ja, niet verhalen van mensen die hun levensverhaal vertellen. Zoveel wijsheid te vinden is. Nou, ik heb gelukkig wel goede inhaalslag gemaakt, maar er is zoveel wijsheid te vinden in boeken. En wat mijn eigen ervaring is met het schrijven van stukken, weet ik veel, boeken, wat dan ook, is dat ik inderdaad, wat je zelf ook hebt, ik heb ook wel eens gehuild gewoon bij het oplossen van mijn problemen, dat ik dan ben gaan uitschrijven. Het heelt ook, ja, het heelt ook echt, het helpt ook echt gewoon, zeg maar. Ja, je komt er ook veel dieper. Ja. Uiteindelijk heb ik dat geïnterpreteerd, hè? Want het was namelijk zo, hè? Ik was dus eigenlijk mezelf vragen aan het stellen, toch? Maar je komt uiteindelijk toch tot zo'n diepe connectie, zeg maar. Ik vind het, voor mij is het sowieso een beetje boven natuurlijk. Maar jij ervaart dat niet, zeg maar, als een soort boven jezelf natuurlijk, zeg maar. Nee, ik heb het schrijven gezien altijd ten eerste om dingen vast te leggen zoals ik ze voel en zie. En ja, ik verwacht van niemand dat iemand daar gaat zeggen van nou jongen, daar is het en wat dan ook. Nee, het is mijn verhaal wat ik mee heb gemaakt in al die dingen, met al die connecties, met al dat vechten tegen, ja, het gouvernement, de politiek, de wereldleiders, de kerken, alle dingen die ik uitgeprobeerd heb, de protesten die wij hier dan lokaal hebben gedaan. We hebben van alles geprobeerd, om vast te leggen. Ik heb bijvoorbeeld die kritieke boeken, daar staan ook gewoon hoe ik de mensen heb aangeschreven. En ik, zoals nu, dan zag je, dat is meteen eigenlijk, we hebben nou dat filmpje toch van die ene man die bij die World Forum, dat hij uit zijn dak ging en iedereen voor bullshit en alles uitmaakte. Dat is van de week is dat gebeurd en ja, nu begin je het meer op de dingen. Maar dan heeft die jongen, hij is toegelaten tot het forum. Dus dat wat er nu is, die in Davos. Nou, dan ben je daar toegelaten. Nou mag je het woord doen. Waarom ga je meteen in de eerste zin tegen al die, ja, wat dan de hoge gasten zijn. Ja, laat ze hoge gasten zijn, maakt niet uit. Maar wat begin je meteen met fuck you? Ik bedoel, sorry, dan... Ja, ik heb dat helemaal gemist trouwens. Nou is het ook zo, hè, dat ik ben ook in die zin een cultuur- of nieuwsbarbaar. Ik heb me daar zo voor afgesloten. Dat hele web gebeuren is in mijn ogen één grote toneelstuk, toch? Net zoals dat de kamer, precies, dat deed je ook inderdaad. Dus, terwijl ik besteed er ook totaal geen aandacht aan. Chris, je komt er niet helemaal onderuit. Als ik hier nou naar mijn internet kijk, zie ik dat ding alweer 3 keer staan. Snap je? Nee, dus, je hebt gelijk. Je komt er niet onderuit. Het geeft ook niets. Kijk, als je weet, het maakt toch niet uit of jij... Kijk, het probleem is, en dat is met energie, en dat is het mooie als je energie beheerst, is dat je gewoon, oké, ik kan het rustig zien, maar verder doet het niets. Verder ga ik er ook niet op in. Ik heb alleen erbij enkele gezet van, nou, dit is niet de weg. Kijk, ik ben geen fan van al die commissies en noem maar op. Maar wil je deze mensen bevechten,
dan fuck you, helpt je niet. Nee, nou ja, sowieso, ik denk ook, als ik het zo voorstel zoals jij het nu vertelt, zeg maar, dan zal het inderdaad sowieso, voordat je dus op zo'n podium, je bent wat je zelf al zegt, hij is al binnen, hij mag al een toespraak doen. Dus dan, wat hij ook zegt, dat, weet je, jij en ik komen niet op het podium te staan. Hoor. Ik zou willen dat ik zijn plaats had mogen innemen. Dan? Ja, dan had ik ze de hemel in geprezen en dan had ik gezegd hoe goed ze waren. Maar dan had ik er even op het einde had ik gezegd van, nou, luister, bij wat jullie ook doen, het klopt niet, het is tegen de mens, bla bla bla. Maar het heeft toch niet, kijk, je kan niet, en dat is het jammere wat we nu zien, ook met protesten en zo. Het is allemaal buiten, alles om. Ik blijf erbij. Mijn grootste vijand, daar heb ik ook respect voor. Wat vind je er goed aan dan? Sorry? Wat vind je er goed aan dan, bijvoorbeeld aan Davos? Want je zegt van, ja, ik ga voor die zaal staan. Ik zeg, ga eerst vertellen hoe goed ze zijn en dan ga ik vertellen... Nou, nee, dus dat zij bezig zijn om die agenda er doorheen te voeren, bla, bla, bla. Dus gewoon al die punten doornemen en dan ga je zeggen van, luister, deze mensheid zit hier niet op te wachten en daar staan wij niet voor open. Of wij willen dat. Snap je? Ja, maar... ik snap het. Kijk, weet je, ik probeer het ook een beetje in die zin te interpreteren. Nou, ik had het van de week met iemand over. Stel dat je bijvoorbeeld het nieuws aanzet van 10 jaar geleden of zo. Dan zie je eigenlijk dezelfde wereldspelers op dit moment, met dezelfde soort conflicten, in dezelfde soort hoedanigheid. En eigenlijk is het alleen maar beeldvorming, toch? Het is misschien wel, ik wil bijvoorbeeld van de Russische, de Russische, Kroatische, wat is het? Russische, Oekraïnse oorlog, volledig stellen. Gewoon even de saai op. Dus je komt niet eens het land binnen, ik denk dat het gewoon volledig is. Het is gewoon in scène gezet, denk ik, gewoon echt letterlijk. Maar dat is... Als je dat boek van de architect gaat lezen, of als je dat door zou nemen, dan is... Kijk, het zijn een paar clubjes die in opdracht van hogerhand gewoon spelletjes aan het spelen zijn. Ik bedoel, als er een vliegtuig van 300 miljoen naar beneden wordt gedaan, wat zal... Denk je dat Poetin dan gaat zitten huilen dat dat ding naar beneden is gegaan? Dat vliegtuig komt waarschijnlijk ook nog van Amerika. Dus... Ja, precies. Waar zijn ze mee bezig? Die Nord Stream pipeline dan. Dat is toch... Dat hele verhaal, dat was zo... Dat klopt de fucking kanten. En nu, kijk, dat is het mooie wel wat we nu met internet hebben, is dat steeds meer van die kleine dingetjes komen er naar buiten, die de bevestiging zijn, waar we eigenlijk al, of ja, waar ik dan ook zelf, zoveel over geschreven heb en zoveel over binnen bij... Het zijn de hele kleine dingen die kunnen grote dingen gaan veranderen. En... Nou, het is wel zo, hè. Ik heb natuurlijk ik heb kinderen in tienerleeftijd en ook voor de TikTok-generatie, zeg maar. Wat ik wel, er is geen enkel voordeel aan die hele TikTok-generatie, althans aan dat hele online gebeuren. Alleen wat het wel is, wat ik heb gemerkt, is de algemene consensus onder de jongeren, aangezien ze toch elke keer die korte dingetjes voorbij zien komen, is dat ze zijn wel wantrouwend naar de overheden wereldwijd. Oftewel, ze zouden eerder denken dat ze in de maling worden genomen inderdaad, dan dat de overheid het beste met hen voor heeft, zeg maar. Nou, kijk hoe de jeugd helemaal aan het veranderen is. En dan praat ik even niet over het internetgedoe, maar hoe... Kijk, in mijn tijd, als oude vent, ja, als ik het dorp uitging, dan had ik al... dan was ik de wereld al aan het verkennen. Mijn informatie die ik kreeg is net wat er op de televisie of op de radio binnenkwam of wat er in mijn omgeving bepraat werd en dat was alles. Wat de jeugd nu reist de hele wereld rond, heeft lak aan het gouvernement of aan de politiek. Ze zeggen gewoon, nou, als ik hier geen 1000 gulden kan verdienen, dan ga ik wel ergens anders geld verdienen. Of ze gaan met een of andere zaak beginnen ze op internet en daar komt het geld ook mee binnen wat dan het gouvernement wil hebben. Nou, wil je geld hebben? Alsjeblieft, hier heb je geld. Laat mij me vrij zijn. En dat is, de jeugd van tegenwoordig is al veel vrijer als wat wij ooit hebben meegemaakt. Ja, nou, ik denk dat we, weet je, wat wij dan vrijheid noemen, is natuurlijk ook nog een gebonden bestaan. Oké, ja. Nou, ik snap wat je bedoelt, inderdaad. Ik vind wel, je hebt wel gelijk in die zin, is dat we... Dat de jeugd, die zal zijn vrijheid trouwens veel meer gaan afdwingen als dat wij misschien hebben kunnen doen. Want we leven nu wel in een tijd dat we dus
veel meer vrijheid gaan waarderen voor wat het eigenlijk is. En ook leren we kennen wat onze grenzen zijn, wat vrijheid betreft eigenlijk. Oftewel, hoe vrij zijn we eigenlijk, hè, natuurlijk. Ja, wat is vrij? Ik bedoel, ik moet toch nog gas, licht en water betalen. Nou, als ik het niet doe, nou, dan gaan die kranen dicht. Ja, precies. Ik had dus ook een beetje een mooie diepzinnige vraag aan John. Ik zeg van, stel nou, jij hebt natuurlijk al een lang leven gehad, zoals je zelf zei, maar je hebt, in al die vele boeken die je hebt geschreven, wat zijn nou, als je nou bijvoorbeeld één wijsheid, of wat is een van de meest bijzondere wijsheden die je hebt opgestoken in je leven? Nou, de grootste wijsheid en waar ik erg blij mee ben, is dat ik de mogelijkheid heb gevonden, of dat ik de weg gevonden heb in de energiewereld. Juist. Kijk, de hele wereld is energie. Is gewoon simpel energie. Alles. Jij, ik, je microfoon, mijn microfoon, het beeld wat we hier zien voor ons hebben, het huis wat we hebben. En als je gaat inzien dat het energie is en dat het te manipuleren is of aan mee te werken is, nou dan is het machtigste wapen. En dat merk ik ook met alles wat ik gedaan en nog doe, is gewoon, het is het machtigste wapen tegen alles. Er kan niks tegen op. En, nou, dat is absoluut waar, ja man. Ja, sinds ik het ook door heb gekregen, zeg maar, hoe het werkt, zeg maar, in het leven, dat is inderdaad gewoon pure magie te noemen, met het manifesteren van zaken, weet ik veel, je oorzaak zijn, het gevolg kennen, noem het allemaal maar op, toch? En je kan het op zoveel manieren interpreteren of ervaren of beschrijven, inderdaad. Het is, jij beschrijft het als energie, maar wat jij als energie beschrijft, beschrijf ik weer als een god, maar die staat weer boven elke of andere religie. Ik bedoel er geen religie mee, bedoel, hè? Dus we hebben allemaal een naam ervoor, maar toch hebben we het eigenlijk allemaal wel weer over hetzelfde ook gewoon. De magie van het leven voorbij het lichaam eigenlijk, toch? Ja, voor mij is het, toen ik eenmaal doorkreeg dat dat bestond of dat dat gaande was en dat dat de kracht geeft. Kijk, wat er ook allemaal is gebeurd, ik leef nog steeds, ondanks dat ze dus al regelmatig met een geweer en een pistool voor me hebben gestaan. En er is van alles gebeurd met me, maar op een of andere manier. Ja, je kan het ook zeggen dat het een soort engel is die me aan het beschermen is. Ik weet het niet. Ik bedoel, ook de 3 keer of de 2 keer dat ze onze wagen gesaboteerd hebben. En noem maar op. Ja, ik heb het er allemaal heel van afgebracht. En ik zit nog steeds hier op het eiland. Ja, dan niet compleet vrij, omdat ik nog steeds niet naar Nederland en Amerika kan. Ja, maar je bent persona non grata, toch? Zeg maar. Ja, nog steeds. Ja, maar daar heb ik ook een vraag over. Want hoe, dat is officiële status, hoe werkt dat precies? Hoe zit dat? Ja, dat weet niemand. Het enige dat ik weet toen ik mijn paspoort wilde verlengen, dat er op mijn paspoort of op mijn file stond, hoe heet het? Ik ben... Ongewenst. Ongewenst, ja. Ik stond onder curatele. Ja, woorden worden ook moeilijker om te zoeken straks, joh. Als je ouder bent, let op. Bij onder curatele. Ja, goed, ik stond onder curatele. Maar kijk, je hebt maar in mijn ogen waren er maar 2 curateles. Maar er is een derde. En dat is de veiligheidsdienst. En ja, goed. Ik heb ook, want het gaat dus toch via Nederland. Ik heb dus gevraagd toendertijd al aan de ministers om het... de file te vernietigen en zo, maar dat heb ik niet klaar kunnen krijgen. Ja, dus dat wil nog steeds zeggen, als ik hier het eiland afga, kom ik er niet meer op. En als ik naar Nederland ga, word ik aangehouden. En als ik naar Amerika ga, word ik ook aangehouden. Wauw, inderdaad, blijft in Nederland. Maar ik weet ook niet waar ze me op willen bezetten. Ja, waarvoor dan? Wat is de aanklacht dan, zeg maar? De werkelijke aanklacht weet ik niet. Ik weet wel, het was precies op het moment dat ik een aangifte deed bij de gouverneur over wekelijkse kooktransport via containers, via een groot bedrijf hier op Curaçao. En dat gaat... Wat mijn pech is dat Willempie er ook in zit. Ja, dat had ik nog een vraag over toevallig, maar toen op het stadion. Maar inderdaad, want jij zal, nou nu je dit, ik las dit ook een beetje in die boeken, een van die boeken van je. Want je hebt natuurlijk behoorlijk dat in zitten vroeten natuurlijk. Want dat zeg ik ook altijd via mijn kanaal. Het zijn natuurlijk de overheden en de
internationale transportbedrijven die hier natuurlijk keihard de grootste drugsdealers zijn. Ze hebben nu, want de aanklacht heb ik gedaan in 2010. En, of de aangifte heb ik bij de gouverneur. Maar ja, de gouverneur is de afgevaardigde van de koning. De koningin toen de tijd nog. Yes. En dat, ja, dat was dus al... De gouverneur heeft ook af moeten treden. Of die is afgetreden. Maar het was wel zo, toen ik die aangifte had gedaan... Toen, op dat moment, werd ik dus ook inderdaad onder de curatele gezet. En... Ja, waar het mij nog... Ze hebben er, ik heb alle bewijzen daarvoor en die heb ik ook aan hun gegeven. Alleen, ja, dan word je dus... dan word je, ja... Kijk, vergeet niet, elk... En zeker hier op Curaçao, het is een mega maffia-eiland. We worden nu overspoeld met een vliegtuigmaatschappij en een hotelbeheerder... die nou miljarden in ons eiland steekt. Maar ja, daar moet je wel iets tegenover stellen als gouvernement. Dus ze mogen alles, ze kunnen alles, alles gebeurt daar. Exact, ja. Dat zal best wel, ja. Want en zeker ook, ik heb voor mijn gevoel dat ook met, of ben ook achter het bestaan van deze Nederlands internationale maffia gewoon, weet ik veel wat. Internationaal is natuurlijk gewoon. En het is ook precies de reden... waarom alles zo strak gemonopoliseerd en ja. Altijd al die eeuwen maar, kunnen bestaan. Terwijl het afgekapt wordt, hè? Ik bedoel, minuut dat jij die kant wil gaan bekritiseren, dan ben je de klos. Dan ben je gewoon de klos. Dan gaan de kanalen uit, dan valt alles in één keer uit, dan mag het allemaal niet meer. Ja, dan beginnen alle helikopters over de huizen te vliegen. Nee, ik dacht, ik laat deze vraag verstaan. Dacht ik, van, hoe werkt John met de energie? Hoe doe je dat, John? Ja, hoe ik dat doe? Ja, werken met de energie is heel veel je gevoel achterna gaan en ook vertrouwen. Dus wat jouw diepe binnenste zegt. Kijk, ik heb dingen gedaan die als je je verstand zou gebruiken, daarom word ik ook als een gek gezien. Omdat ik gewoon dingen doe die veelal niet... logisch zijn. Mogelijk, want ze zijn mogelijk, maar het niet logisch voor de mensen dat jij die beslissing neemt. Ik heb bijvoorbeeld met mijn 47ste ben ik absoluut gestopt met mijn werken. Nou, ik bedoel, ik had ook niet veel inkomen daarna, maar ik had er genoeg van het werk, van het grafisch werk wat ik deed. En nou, ik heb nog steeds eten, ik heb nog steeds alles. Dus... Dat is echt mooi dat je dat zegt, want zo had ik het, ik heb mijn hele leven lang gehoord, hè, van mijn ouders, van, hè, want je zat en raak je werkloos en dan word je een zwerver en dan heb je geen eten en dan ga je dood, weet ik van wat, maar ik had inmiddels al 50 banen gehad en ik leefde nog steeds, ik woonde dan nog wel thuis destijds, maar goed, dat is inmiddels ook weer 20 jaar geleden. En dat is ook alweer, weet ik veel lang geleden voor die baan. Ik ben op een gegeven moment ook wel gestopt, want het heeft geen zin. En ik had er ook helemaal geen zin in die zin. Ik heus wel werken, maar dan ga ik liever dingen aan mijn eigen dingen werken. Ik was puur voor de belasting aan het werk. Ik bedoel, ja, precies. Ze stonden continu aan de deur van, nog meer geld betalen. Ja, nou, dat heeft geen zin. Dus ik heb gezegd, dan niks meer. Dan hebben jullie ook niks meer. En dan ga je ook nog eens even hun geheime transporten erbij naaien, John. Daar sta je er lekker op, denk ik. Nou ja, was dat maar het enige. Ik bedoel, kijk, we hebben hier ook een levende kinderhandel en prostitutie en al die dingen meer. Kan je nagaan. We hebben een kamp, of we hadden een campo. Dat was dus een groot project, veel huisjes waar prostitutie... gecontroleerd werd gedaan op het eiland. Nou, dat was op het laatst was dat gewoon een cocaïnehol. En de onderwereld van Nederland zat daar ook weer in. Toen is dat zaakje in beslag genomen. Dan kom je erachter dat Campo, de hoerenkamp, is opgericht door het bisdom Curaçao. En dan kom je er ook nog eens achter. Nou is Campo dus is failliet. Dus alles, dat ding staat al 2 jaar of 3 jaar leeg. Maar nu heeft het gouvernement, de politiek heeft het opgekocht. Niemand weet wat het gaat worden. Nou, je kan 10 keer zeggen van het gaat,
het gaat weer een kampo worden, want ja, dat is dik geld maken. Maar daar werd ook dus de vrouwen werden ook verhandeld daar. Ja, het is bizar. Maar en weet je, dat soort horrorverhalen hoor je sowieso natuurlijk al, ook al in Nederland, toch? Ook in die hele alternatieve zooi. Maar goed, daar hadden we het ook kort voor de uitzending over. Hè? Je hebt bijvoorbeeld ook in Nederland heb je zoiets als de pedohunters en dergelijke. En daar staat iedereen van nature gewoon achter natuurlijk, weet je. Net zoals dat je dus bijvoorbeeld ook in de gevangeniscultuur in Amerika overal, daar ben je als pedo nog lange jaren, zeg maar. Want dat is het meest ernstige misdaad wat je kan doen in het leven natuurlijk. En het is heel opvallend natuurlijk dat juist dan bijvoorbeeld op het gebied van kinderporno of zo, dat juist het meeste dan weer op de Nederlandse servers moet staan. En er dus overal waar een Nederlandse verborgen hand in zit, er zit er ook een of andere kookhandel bij met een of andere prostitutiegebied. We leven in een piratenwereld van. Ik heb het helemaal puur in kaart gebracht hier op dit eiland. Met namen en toenamen, ja, dat vinden mensen dus ook niet leuk als er de naam bij staat. Maar goed, ze staan er. En dat heb ik pakweg een 12 jaar geleden al gedaan. En ook dus de hele stamboom van de maffia heb ik daar vastgelegd. Yeah. Maar ja, hij is daardoor, ondertussen zijn er wat van de grote maffiabazen zijn gestorven, op sommige hele rare manieren. Ik bedoel, mensen... Ja, en als je het hebt over die maffia, is dat zeg maar de Italiaanse maffia met die hoedel, of hebben we het over een soort VOC-achtige piraterij, zeg maar, die tijd? Je praat dus echt, het was de Italiaanse maffia, of er is nog wel een deel, maar je hebt ook de Joodse maffia, financiële kant. Dan heb je de Hindoes, de Hindoestaanse maffia. Dat is, die zitten in wapens. En de meeste wapens die hier de wereld rond gaan komen, zitten in onze containeroverslag. En nu is het, ja, de Nederlandse maffia is nooit weg geweest, maar die is altijd onder de radar gebleven, maar ja... Nu, inderdaad, ja, onder de radar vooral. Ja, juist dan. Maar ja, Nederland is dus geen Nederland meer. Dat is dus nu in bezit van de Turken, Marokkanen en dat soort mensen. Nou, en dat hebben we dus nu hier ook. En ja, dat is gewoon... je wil het niet... Als wij hier op het eiland met 4000 gulden op zak lopen en we gaan naar de bank en we zeggen we willen het op de rekening storten, dan worden we helemaal gescreend waar wij die 4000 gulden... Deze mensen komen gewoon met 10, 100 miljoen. En dan ga je naar de bank toe, want ik bedoel, die bankafschriften, sommige heb ik in handen. En dan vraag je aan de Nationale Bank, waarom worden die mensen dan niet gevraagd? Nee, dat zijn goede klanten. Ja, natuurlijk zijn het goede klanten, want ze komen met 100 miljoen. Dat is een mooie opmerking trouwens. Wie zou de cultsecte die ons overheerst kunnen noemen? Nou, het grappige is, daar heb ik zelf een anekdote van. Nou, was ik dus zelf helemaal verwikkeld geraakt bij deze secteleden. En werd ik ook helemaal op een gegeven moment ondervraagd bij de autoriteit en alles. En toen was er op een gegeven moment dus een gesprek geweest. En de mensen om mij heen, waarvan ik dus zei, en die hoorden bij die secte, die waren behoorlijk zenuwachtig van wat ik dan wel niet gezegd zou hebben daarbij, de autoriteiten, zeg maar. Maar de eerste en meest belangrijke vraag is welke sectenaam ik gebruikt zou, of genoemd zou hebben voor dus het... En ik had destijds geloof ik Avatar of zo gezegd. Maar dat had ik eventjes een paar dagen stilgehouden. En het was vooral die naam van de secte die heel belangrijk was. Welke dan uiteindelijk voor de bijl kon gaan, publiekelijk. Want volgens mij heeft deze secte niet echt een naam. Alle namen die wij überhaupt als publiek kennen, dat is allemaal een naam voor de massa, zeg maar, weet je wel. Oftewel, een orgaan wat dan misschien eventueel ten onder kan gaan. En waarbij de rest dus kan blijven bestaan, zeg maar. Oftewel, het is... Wat je net zelf ook al zegt, Nederland is eigenlijk Nederland helemaal niet. Dat is ook zoiets. Hè? Wij denken dat we in een, weet ik veel, in Europa landen leven. We leven in een reservaat. Zeg maar. Net zoals dat jij helemaal in een reservaat zit op je eiland, toch? Ja, toem, toem, boem, boem. Knals, knals. Maar in principe wel, ja. Want, ja, bijvoorbeeld, is er bijvoorbeeld nog een beetje bijvoorbeeld op Curaçao, wat dan ook, die hele regio. Dat hele Nederlandse overheersende verleden, speelt het nog echt een rol bijvoorbeeld bij jullie dagelijks? Zit dat nog echt in de politieke... Het wordt steeds erger, omdat de Nederlanders zich hier helemaal misdragen.
Oké dan. En ik bedoel, hier hebben we 16-jarigen en die zijn al multimiljonair en die wonen in huizen van miljoenen. Ik bedoel, er worden hier huizen neergezet. We hebben hier nou grote stukken grond die worden gewoon kaal geschoren om daar miljoenen huizen te zetten. Dus aan wat ze kosten, hè? Miljoenen. Dus niet. Wow. En dan heb je dan miljoenen gulders, hè, geloof ik, of niet? Ja, we hebben de gulders nog. Jullie beginnen op gulden. En eventjes, nou, even quick euro, dat is 50 cent. Wat is het? Ik weet niet. Wij moeten 2 gulden 20, 2 gulden 30 betalen voor een euro. Oh, het was net zoals de Nederlandse gulden. 2,20, 37, 10. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik weet het nog steeds gewoon, ik weet het nog eens uit mijn hoofd, hoe dat geïndoctrineerd is geweest. Ook gewoon. Het wordt gewoon gedaan. Tuurlijk, we hebben het kunnen tegenhouden, ook al waren we tegen, we hebben tegengestemd, het maakt niet uit, ze denderen toch al eroverheen. En daarom, nee, kijk, vergeet niet, hè, al die groepjes waar tegen gevochten wordt, en dan kan je het een vrijmetselarij of wat dan ook, of een geloof of wat dan ook noemen, al die groepjes hebben te doen wat er van hoge hand op gelegd wordt. En die hoge hand is echt niet die WEF of wat er dan ook. Helemaal niet. Die krijgen, dat zijn gewoon de piassen die tussen het absolute hoge en ons zitten. Juist. En je kan wel tegen die piassen vechten. Het enige wat je tegen die piassen moet doen is gewoon, ja, langzaam maar zeker laten zien dat zij het niet alleen voor het vertellen. Maar als je, er wordt gewoon uitgemaakt, oké, binnenkort. Ja, dat is bijvoorbeeld hier al gaande. Wij moeten weer met een mondkapje gaan lopen. Oh, wauw, is dat zo, ja? Ja, ja? We hebben 3 mensen die COVID hebben. Dus nou, het eiland gaat helemaal dood. Dus we moeten weer een mondkapje. Kijk, en dat er al vanaf de wereldorganisatie gezegd wordt dat er binnenkort een nieuw virus al is. Kijk, dat ding is al lang klaar. En ja, dat is al lang. Maar dat het nog van de grond komt daar. Ik heb het idee dat ze hebben het volgens mij in Nederland en zo omsteken wel nog geprobeerd vorig jaar. Nou, dit jaar, ik heb ze eigenlijk niet eens gehoord. Of zo, het blijkt wel iets van een coronaprogramma te lopen, maar wij nemen het hier echt niet meer serieus. Hoor. Gelukkig. Nee, maar wij zijn bij veel verschillende instanties waar we nou, ja, waar openbare instanties en zo. Wow. Wil je daar binnenkomen, moet je dat rotding weer opdoen. Wauw, oké dan. En zo, kijk, zo geïndoctrineerd zijn hier de mensen, want als ze dat ding niet dragen, dan gaan ze dood. En als je daarmee praat, ze lachen jou uit en ze zeggen van, ja, nou, dan ga jij maar dood. Wij blijven leven. Ja, dat weten ze ook niet. Kort voor de uitzending, ja, precies, kort voor de uitzending ook. Van als je, het is makkelijk om iemand voor de gek te houden, maar ongelooflijk moeilijk om iemand te overtuigen dat hij voor de gek gehouden is. Met corona natuurlijk zo ongelooflijk waanzinnig doorzichtig dat het onbegrijpelijk is dat mensen hier nog steeds intrappen. Maar ik zweer je, er loopt hier ook een beetje bij het winkelcentrum rond. Die loopt al 3 jaar lang, zomer, winter, non-stop met dat ding. Dat is vast de uitvinding van zijn leven, volgens mij. Ja, ik heb mijn haarband, hij heeft die mondkap. Ja, precies. Ja, hebben we het wel eens ooit over gehad. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wat heeft deze uiting voor jou? Nou, ik moest naar rechtszaken. Ja. En in eerste instantie mocht ik de rechtbank niet in. En toen heb ik tegen de procureur-generaal gezegd, ik zeg, luister, u kunt mij er niet in laten. Ik zeg, maar ik moet mijn eigen kunnen verdedigen. Ik zeg, en ik vraag ook niet waarom u dat kruis op uw borst draagt. Ik zeg, die band is mijn geloof. En dat is iets wat hier op Curaçao, is dat nu geaccepteerd, want het is mijn geloof. Nou ja, het is ook mijn geloof. Klaar, ik geloof in die band. Wat voor geloof, dat maakt er niet uit. Het mooie is, het fascinerende ervan is dat ik hier eigenlijk nooit bewust van was geweest. In die zin dat ik dus een paar jaar geleden kwam ik voor het eerst in Den Haag. En ik kwam mensen tegen met een vergiet op het hoofd, op het paspoort. En ik denk, wat is dit? Kan dat gewoon? Dat wou ik ook, toch? Oftewel, en
Of het staat natuurlijk, het is de nummer 1 recht, noemen we dan op, daar heb ik ook helemaal gestand. Maar het feit wat dat eigenlijk betekent, inderdaad. Ik dacht ook zo naïef dat ik destijds nog een beetje was, misschien. Van nou, welke geloven zijn er dan? Maar dat kan alle geloof zijn waar jij persoonlijk in gelooft. Ja. Jij gelooft in een zwarte band om je hoofd. Ik vind het gewoon. Ja, goed. Laat mij die zwarte band. Nou, die zwarte band zegt voor mij mijn enige. Ik geloof ook dat ik er met een petje iets jonger aan zie. Ja, nee, maar het is. En dat zijn de achterlijke dingen die er gewoon op de wereld zijn. Ik bedoel, het is maar net hoe jij het in welk dingetje het giet. In welk vorm het giet. Dat vind ik wel een mooie insteek, want daar lopen bijvoorbeeld mijn kinderen of de jeugd loopt er tegenaan. Die ziet deze fake-ass opgeklopte TikTok-wereld nu voor zich uitgespreid in hun jonge leven. Dus ze worden niet echt heel erg gemotiveerd of blij van hoe dit nou allemaal moet gaan ontwikkelen, denk ik. Ik zie nog wel een paar moeilijkheden in de toekomst voor de mensheid. Nee, ik denk dat wij hebben het er moeilijk mee. En ik heb het er heel duidelijk moeilijk mee. Gewoon hoe ik zie waar ik voor gevochten heb. Al heel mijn leven lang. Hè? Want ik bedoel, ik was een van de eerste. Toen in Eindhoven woonde ik. En ik liep daar met lang haar tot bijna onder aan mijn kont. Ja. En ik had kettingen om en ik had hoge laarzen aan. En ik was een hippie. Ja, en dan kreeg je de tekens op de muren spuiten zeker? Ik mocht winkels niet, sommige winkels niet binnen. Okay. Zo zag ik eruit. Maar dat deed ik dan expres en dan ging ik weer terug naar huis. En dan deed ik had nog een pak. En dan deed ik mijn pak aan en dan ging ik naar binnen toe. En dan zei ik tegen die vent van, luister, ik ben diezelfde die je er net uitgeschopt hebt. Oh ja, ja. Fit. Ja, daar ben ik. Eindhoven kent mij daar weer van. En ik had iets soortgelijks ook heel stond met jeugdzorg destijds 10 jaar geleden. Zo. Op een gegeven moment was het probleem was blow ineens. Ik zei, hoe bedoel je blow? Ja, nee, want dan ben je onder invloed. Dus ik inkeer met de een van de hoge baas van die jeugdzorg. Ochtends om 9 uur gesprek al. Ik van tevoren een zo'n joint gerookt. Dus ik zit een heel gesprek met hem niet meer aan te voeren. 2 uur lang, we maken allerlei bijzondere afspraken. Nou, het is een heel constructief gesprek, top. Ik controleer dat ook aan het einde van het gesprek. Nou, wat vind je nou van deze conversatie? Nou, helemaal top, goede afspraken. Ik zeg, ik ben zo stoned als een aan, man. Ik zeg, en nu, wat heb je hier op te zeggen? Ben jij stoned, jongen? Ben ik stoned? Ik zeg, dit is gewoon een sigaret, zeg maar, voor mij, toch, in die zin. Oftewel, ben ik nu inderdaad nu een heel ander persoon? Ben ik nu of niet meer geschikt? Ben ik nu, ik kan gewoon prima voor mijn kinderen of met mijn kinderen converseren, noem het dan maar op. Ik ben dezelfde persoon als net, alleen ik heb nu dus deze kleding aan. In jouw geval dan toch, in plaats van dat je er als die andere kleding bij liep, zeg maar. Het is zo kortzichtig, sommige mensen, ze moeten leren gewoon sneller of verder te kijken dan slechts die eerste indruk, zeg maar, die dan meestal is. Dat is wat ik hier bijvoorbeeld op Curaçao. Nou, ik loop de mensen hier kennen me in een... Of in een korte broek. Ik heb zo die zeg maar die surfbroeken of die zwembroeken meer. Ja. En daar loop ik altijd ook. Of ik nou in de stad ben. Maar toen ik met mijn reclamebureau. Ja goed, toen had ik af en toe nog wel eens een lange broek aan. Maar dan met mega veel kleuren. Van alles en nog wat. Je kon toen, ik weet niet hoe die broeken, waar die flodder broeken. Nou, en daar liep ik dan mee. Nou, toen, ik vergeet nooit, maar was een grote klant van me. En die zei van, waarom moet jij zo komen bij ons? Ik zeg, nou, maakt dat iets uit in mijn werk? Ik zeg, is mijn werk minder geworden of wat dan ook? Ja, en maar je kan toch wel eigen... Ik zeg, nou, ik ga niet anders kleden als ik naar u toe moet. En dan houdt de hele account op. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar gewoon de uiterlijk... Ik ben eens een keer, dat was wel heel extreem. Toen moest ik, dat was een postzegeluitreiking, maar die ging dan via de minister van Verkeer hier. Ja. En de posterijen belden me op, John, vanmiddag om 3 uur is uitreiking van postzegel. Je moet bij de ministerraad komen en dan gaan we daar officieel dat ding aanbieden. Maar ik was allemaal onderweg, dus ik was nog gewoon in een... Nou, die flodderbroek en een of andere weet ik wat. En ik kom daaraan en die vrouw die werd heel... Hoe ga je nou zo bij de minister... Nou, ik heb nog steeds ergens de foto dat ik dus daar... Hun zijn allemaal in pakken en weet ik allemaal wat. Ja, en ik sta in mijn flodderkleren. Ja, goed.
Het precies. heeft niks uitgemaakt, want ik bedoel, die postzegels zijn toch uitgekomen. Maar... Ja, precies. En dat, dus... is ook weer het mooie, hè? Want je staat ook op het internet ook als kunstenaar, hè? Maar dat is ook een soort instelling, toch? Een soort levenswijze, ook in die zin. Hè? Gewoon... Ik weet nog steeds niet wat kunstenaar inhoudt. Nee, snap je? Het is gewoon een andere kunstenaar. Gek, ja, je moet maar een hele hoop gek doen. Weet je wat, dat vind ik ook zoiets moois. Ik heb laatst kregen we, ja, door dat beeld wat ik gemaakt heb, dus die portal... komen nog wel eens mensen. Hij heeft een portal gemaakt. Misschien heb je dat net gezien in het introfilmpje. Daar moet je even over vertellen. Vertel eens over. Ik vertel eerst even het verhaal van die mensen. Die kwamen dus hier. En die waren zo... Oh nee, het was een bus met mensen. Die kwamen hier en die waren aan het rondlopen bij die portal en zo. En toen kwamen de mensen van, bent u wel kunstenaar? Ik zeg, hoezo? Ja, alles is opgeruimd. Ik zie nergens rotzooi liggen. U heeft de tekening allemaal netjes staan. Ja, en ons huis is redelijk modern ingericht. Gewoon helemaal wit met bijna niets erin. Ik bedoel, ja, we hebben niets nodig. Ik bedoel, we zitten buiten, toch? Ja, less is more, toch? Ja. Ja, dus, maar dat de mensen een kunstenaar associëren met een hoop rotzooi. Dat is zo vreemd. En dat is niet de eerste keer, maar dat was toen... Ja, er waren dus die mensen die hier... Ja, die dachten echt hier in een atelier te komen, allemaal rotzooi, dat ze er overheen moesten stappen. Ja. De portal was iets wat ik al jaren wilde maken, alleen ik had er, ik zag geen manier om een grote cirkel te maken van beton en die in elkaar te zetten. Ik moet het allemaal alleen doen. Door mijn grote mond zijn er maar weinig mensen die mij willen helpen. Dus in dit geval, mijn vrouw heeft dus meegeholpen. Maar toen. Je hebt helemaal alleen gemaakt, dat dus. Helemaal alleen gemaakt. Dat is goed gelukt, hoor. En dat ding is 4 meter hoog. En ik heb aan de ene kant heb ik alle symbolen opgezet van de Stargate. En de achterkant heb ik een hele hoop symbolen gezet van de hedendaagse wereld. Maar daar zijn de geloven, van alles zit erachter. Nou, dat heeft dus... je bent hem aan het... wat ben je nou aan het doen? Nee, ik heb het geluid uit, dus dan zie je... Ja. Het hele zaakje heb ik met fiberglas gemaakt. Ja, dit ding. Kijk, dat is allemaal fiberglas wat je nou net zag. Kijk, okay, deze. Ja. Dus die hele cirkel... En dat is dus 4 meter hoog. Maar dan moet je je voorstellen... Ik durf persoonlijk niet op een trap van 2 treden, want dan doe ik al in mijn broek voor hoogtevrees. Ik heb ook vette hoogtevrees aan. Nou, en dan moet je dus dit ding gaan maken. Het is me gelukt. En dat bedoel ik ermee, als jij eenmaal je erop instelt. Ja, en dat zie je bij sporters, dat zie je bij mensen die in één keer aparte dingen doen. Ja. Die gaan er 100% voor. Ze stellen zich in. Psychisch, heel het lichaam. Je ziet ook de energie van die mensen veranderen. Voor mij was het 8 maanden lang elke dag eraan werken aan dat ding. Juist. En ja, het kost je een hele hoop energie, want ik ben daarna goed ziek geweest. Maar dat is de kosten die je moet betalen. Ik bedoel, je vraagt wel aan je lichaam om 8 maanden lang de hele dag door aan zo'n ding te werken. En nou, dat heb ik dus gedaan. Met het gevolg dus dat ik... uiteindelijk had ik nog een longontsteking opgelopen en al die dingen meer. Dus toen moest ik daar weer aan gaan werken. Hoe kwam je erbij om dat te maken eigenlijk? Gewoon, iets wat ik eigenlijk al tientallen jaren geleden wilde maken. Ik was toen ook al begonnen... om een hele betonnen constructie of een constructie voor betonstorten te maken. Okay. Uiteindelijk merkte ik gewoon, het voelde niet goed. Want, en zo werk ik gewoon, het niet goed voelt. Nou, schei ik ermee uit, breek het weer af, klaar. Gaat het niet door, het verhaal. En dat heb ik dus ook gedaan. En toen in één keer, ik had een heel klein beeldje gemaakt van fiber. En dan moest ik restaureren. Ik denk, weet je, fiber. Ja, eens even kijken. En ja, je kan met lege dingen. Hè, het hoeft niet allemaal massief te zijn. Nou, dus precies, zo ben ik
van alles bij elkaar. Ik ben die symbolen bij elkaar gaan zoeken. Ik ben afmetingen gaan zoeken. Ja, vet man. Ik vind Stargate film, ook die scène is ook waanzinnig gaan. Dat vind ik echt vet. Ja. Nou, ik ben er, morgen komen er ook weer mensen kijken. Maar er zijn ook heel wat dingen gebeurd met die, met het bouwen. We hebben met lassen dat er bepaalde dingen niet lukt, terwijl dat gewoon normaal kan lassen. Dat is geen probleem. Ja. Symbolen. Ik heb het symbool van de ster van, hoe heet het? Israël. Die vijf punt. Ja. Die is tot drie keer kapot gegaan. Het symbool van Satan is kapot gegaan. En gewoon uit het niks. Ik bedoel, dat heb ik allemaal in huis gedaan. Ja, het huis was hier gewoon onderhand een opslagplaats van allerlei onderdelen. Op de website kan je het precies allemaal zien. Als je daar naar die pagina gaat, dan kan je allemaal zien hoe ik dat zaakje in elkaar ben gaan zetten. Maar er is zoveel qua energie gebeurd daar, dat je denkt van, Jezus, maar, want op bepaalde momenten was het echt zo, ik schei ermee uit, want dit kost mijn leven onderhand. Zo we worden allemaal ergens toe gedreven. Ik heb zelf bijvoorbeeld nu in mijn hoofd gehaald, of weet ik veel wat, dat is waar mijn onderzoekje me naartoe leidt, is dat ik ben dus overtuigd dat er bepaalde gebieden zijn op de aarde die ons wordt verteld dat het niet bestaat, bijvoorbeeld de Noordpool. Dus ik wil naar de Noordpool, zo ver mogelijk kijken hoe ver ik kan komen, toch? En daar ben ik dan heel intens mee bezig. En het is, wat je jezelf net ook al een beetje beschreef, dat is zo bijzonder hoe dat eigenlijk dan vorm krijgt. Want het gaat niet alleen om geld of sparen, wat dan ook. Je moet het gewoon gaan doen en je ziet het wel, hoe het vorm gaat krijgen. En op een gegeven moment ben ik hier bijvoorbeeld nu 2 weken intens even over aan het nadenken en een beetje over het bekokstoven. En dan heb ik al mensen, die hebben zich al gemeld, die willen me een lift geven tot daar. En ik heb al een jas en een pak en weet ik veel wat. En die willen een camera-satellietverbinding regelen. En zo heb je dus allerlei mensen die dus van heinde en verre komen. Op die manier, dat had ik ook eigenlijk in die zin al verwacht. Ook al zou ik misschien in eentje op pad gaan. Ik ga ook in mijn eentje op pad in die zin. Maar dat je dus gewoon onderweg, gaandeweg, door de dag heen, dat de natuurlijke reflecties op je afkrijgt die jou uiteindelijk gewoon gaan brengen naar dat doel. Echt, Chris, alles wat je wil is te halen. Is te doen. Het is alleen, je moet je mind en je energievelden daar zo, die moet je vertrouwen. Ik noem maar wat, even uit jou wat je net vertelde. Van, nou, stel dat dat pak niet lekker aanvoelt. Ja, dan laat je hem liggen en dan pak je toch een ander pak. Snap je? Sorry, ik noem wel, ja, precies. Weet jij hoe maar je neemt hem niet mee omdat je hem gekregen hebt. Maar dan kan je straks niks meer mee doen. Precies, maar ik vind het al heel bijzonder. Want ik nee, vraag ja, nee, het bent, gaat, ik neem maar even een voorbeeld, hoor. Ik bedoel, het is. En dat is met gevoel werken. Wat je ook doet. Ik heb een ander mooi voorbeeld. Een paar jaar, 2 jaar geleden ging er een demo. En ik zat hier aan mijn huiskamer, ik had geen geld. En die demo begint over een uur in Den Haag. Ik ben gewoon naar de trein, ik ben naar de bus gelopen. En ik ben eigenlijk gewoon ingestapt. Althans, ik kon nog met mijn pinpas kon ik nog wel inchecken en alles. Ik kom op Amsterdam Centraal en komt er al ineens een vreemde kerel om afrennen. Die geeft een hele buskaartrit van hier allemaal, dit heb ik niet meer nodig. Weet ik veel wat. Ik kom daaraan in Den Haag binnen no time, weet ik veel wat. Komt er ook weer allerlei, een terugweg komt er op af. Weet je, op die manier, er komen allerlei figuren zo. Je komt iedereen tegen in die zin. Het komt allemaal op je pad gewoon. Het komt op je pad. Bijzonder hoe het leven werkt. En dat is hetzelfde ook met geld eigenlijk ook. Weet je? We hebben allemaal weinig geld, maar je zal altijd zien dat je net genoeg hebt om gewoon vandaag nog te kunnen eten of zo. Ja, want kijk, zo zijn veel boeken van mij, zeker die ene geniale boeken. Ik zit ze zelf nog wel eens ooit te lezen en dan denk ik van, wel, god, waar heb ik dat in hemelsnaam vandaan gehaald? Ja, ik vind het gewoon, en daar ben ik nu steeds meer aan doen, dat ik dus nu toch niet schrijf, ben ik gewoon mijn eigen boeken aan teruglezen. En dan inderdaad in die geniale boeken, kijk die van Curaçao en van die dingen, dat is allemaal de rottigheid en alles waar ik in mee bezig ben geweest. Maar in die geniale boeken, ja, daar staan dingen in. Ik zeg tegen mijn vrouw ook regelmatig, ga mij niet vragen waarom ik dit daar geschreven heb, want ik weet het niet. Ik heb daar nog geen verklaring voor. Ja, zeker als je aan het schrijven bent, hè, dus nadenkt voordat je iets neerzet, toch? Ik noem dat dus al communicatie met je hogere bus. En als je je buigt over
vraagstukken waarvan je het antwoord eigenlijk niet weet of over na moet denken. Dan komt er een magische waarheid uit. Nou, maar dat is... ik heb nog een ander voorbeeld. Wat ik had, toen stond ik voor het gerecht. En mijn tegenpartij, ja, ze wilden me aanklagen voor alles en nog wat. En toen zei ik op een bepaald moment, zei ik zo tegen de rechter, ik zeg, luister, ik heb vanmorgen nog een brief gekregen van de gouverneur over deze zaak en dat het anders in elkaar, bla bla bla. Dus de hele bubs die daar aan de overkant stond, die begint te schrijven, hij denkt altijd met die gouverneur en hij met de... Dus ik pak dat briefje en ik zeg, kijk, dit is... En ik ging dus naar die rechter toe. Ik zeg, kijk, dit is het officiële stuk van de gouverneur. Nou, toen was dat stuk dus ook helemaal afgekapt. Maar dat briefje, ik had al de dagen geen contact met die gouverneur, maar die had me er waarschijnlijk op een of andere manier, hadden ze dus al door waar het over zou komen. En het ging om een grote claim en al die dingen meer. En hij heeft dus gewoon gezegd van oké, de zaak is zo en zo en het is in behandeling door de Nederlandse staat. Ja. Waar zo'n ding vandaan komt, ik bedoel, moet jij maar eens proberen klaar te krijgen bij jouw koning of wat dan ook. Inderdaad, ja, of bij de autoriteit, absoluut. Ja. Ik heb hier brieven liggen, dat wil je niet. Ik bedoel, een brief van Poetin, nou, noem ze maar op. Ja. Ik had bijvoorbeeld een hele probleem met de bisdom. Het ging over dat kinderleed. Nou, ze wilden niet met me praten. Nou ja, natuurlijk niet, want ik bedoel, ze zitten er middenin. Dus ja. Ik schrijf het Vaticaan. En ik zeg van luister, we hebben die en die bisschop. En die wil niet met me praten over dit en dit en dit. Nou, die brief is aangekomen. Die was aangetekend, dus was binnen een paar dagen was hij daar. Binnen een paar dagen kreeg ik weer een brief terug. Van, we hebben een afspraak dan en dan gepland. De bisschop moet met u praten. Wauw, oké. Okay. Ja, het was wel van, het was dan de kardinaal van de, hè, dus vandaar, die dat helemaal geregeld heeft. Okay, kijk, maar, ik ook. Alles is mogelijk. Kijk, als mensen tegen mij gaan zeggen van... Ja, maar dit en... Hè, ja, maar ik ga niet... het heel simpele dingen. Telefoon is kapot. Nou, dan ga je toch bellen om die telefoon gemaakt te krijgen? Nou, ja, je kan niet bellen, want de telefoon is stuk. Nee, maar goed. Nee, ja, je hebt je portable of je hebt nog een andere telefoon. Je kan altijd wel een melding maken. Dus dat is geen excuus, Chris. Nee, geintje toch. Maar ik zou zeggen, ik heb nog één vraag gesteld van mijn lijstje, dat maakt het niet uit. Maar dat schiet goed op. Beste mensen, ja, het was 5 uur vannacht. Nou ja, nou, ik weet niet, ik doe normaal eigenlijk altijd een uurtje. Nou, dat is al bijna voorbij, dus we gaan al even door, weet je. Maar ik weet niet, doe nog een kwartiertje of zo, ja, zoiets. Ah joh, kijk maar. Ik heb nog het een of ander te doen, ik ben altijd zo lekker druk met content. Waar ben jij eigenlijk nu vooral dagelijks mee bezig trouwens? Waar hou jij de laatste tijd nou een beetje mee bezig, zeg maar? Nou, ik ben met een beeldje bezig, een heel klein beeldje van Fiber. Dat staat al weken daarboven te wachten totdat het een keer afgewerkt wordt. Ik ben hier met een grote tekening. Achter zie je mijn tekentafel. Daar ligt een hele grote tekening. Dat moet mijn Mona Lisa worden, die ik aan het tekenen ben. Ja, maar de laatste weken, ja, we hebben dus eindelijk eens een keer wat regen gehad. En de tuin, we hebben dus ruim een hectare aan tuin. En de grote tuin, zeg maar, die ben ik aan het snoeien. Dus ik zie er niet uit. Ik zit helemaal onder de krassen en de prikkers en noem maar op. Maar ja, ik sta dus de laatste dagen te kappen en de zaak weer een beetje verzoenlijk te maken. Lekker man. En het is natuurlijk altijd mooi weer daar natuurlijk. Het is nooit een keer een dag slecht weer, geloof ik. Hè? Nou, een hele dag nooit. Dat is heel zelden. Dat is toch fantastisch, beste mensen thuis. Daar willen we toch allemaal heen. Curaçao. Jeetje, nou, kom maar hier. Ja, al die Nederlanders zitten hier. Kom er maar bij. Even kijken. Ik doe nog eventjes een mooie... Oh, nou goed, dat vind ik ook wel een pittige. Wat zijn de grootste kritieken tegen je geweest destijds? Weet ik veel. Hoe ging je daarmee om, John? Je zal ongetwijfeld al tegenspraak hebben gehad. Dat heb ik zelf ook altijd gehad. Nou, ik heb nu nog bijna dagelijks bedreigingen. Oh, wow.
want ik ben werkelijk een eilandsgek. Ja. Hoeveel mensen wonen op het eiland voor de referentie? Sorry? Hoeveel mensen wonen er op het eiland? Oh, 150.000. Ja, dus eigenlijk is het, dus Curaçao, wij, weet je, voor het Nederlander algemeen, wij die denken aan het de Nederlandse Antillen, maar het is eigenlijk gewoon een grote woonplaats in principe, toch? Een grote stad. Het is een dorpje. En die, ja, niet wat in de Purmerend waar ik woon, die heeft 100.000 inwoners bijvoorbeeld. Dat ja. Is, nou ja, goed. Het is een eilandje. Als je een beetje te hard rijdt, dan zit je in de zee, dus... Ik vind het heeft een heel bijzondere geschiedenis, sowieso die hele regio. Hè. Ook, dat vind ik persoonlijk ook heel interessant, die VOC-tijd, weet je. Want ik heb zelf het idee, hè, zeg maar, dat de VOC en alles wat daarop gevolgd heeft, weet ik wel, de Fransen, de Spanjaarden, noem het dan maar op. Het is eigenlijk een soort oorlogsvoerend overblijfsel van wat daarvoor eigenlijk een wereldwijd... een handelsnetwerk was van een voorgaande beschaving, denk ik. Ja, de Antillen, de toenmalige Antillen, was eigenlijk een overslag van de slaven van, die door links en rechts geraakt werden. En mijn schoonvader heeft ook altijd gezegd, de slechte slaven hebben ze laten achtergelaten op Curaçao. Ja, en daar dealen we nou mee. Oké, dan. Dus, ja. Het is niet leuk, maar het is ja zo. Hij is zelf, zo donker als je maar zijn kan. En ja. hij zegt ook: dat is, de goede slaven zijn verkocht. Ja, nee, ik heb zelf, ja, nou ja, slaven gesproken. Hè? Ik heb zelfs wel slaven gesproken, nee. Ik heb zelf over slaven uitgevonden dat in heel vroege tijden zelfs, en dan heb ik het echt over voor de jaartelling nog, zeg maar, dat het toen de Hollanders waren die dus het volk van slaven werd genoemd eigenlijk. Nederland was het land die over, ja, zowel in Afrika of in Amerika en al die dingen, dat werd allemaal via Nederland gedaan. Ja, precies. En terwijl in de officiële geschiedenis, er wordt een heel klein rolletje weggelegd. Ja, maar ja, goed. je mag zomaar niet allemaal over die dingen schrijven. Nee, wat ik ook al eerder in de chat voorbij is gekomen, hè, van nee, dit is een Nederlandse kookfabriek, de Hells Angels, noem het dan ook. Wij leven in een piratenwereld, beste mensen. Wake up. Nou ja, goed, de meeste mensen, kijken nu ook al, weet ik veel, bijna 90 mensen nu. Wij weten wel hoe het zit met z'n allen natuurlijk. En ja. Dat is gelukkig een geluid wat de afgelopen jaren wel steeds meer gewoon voeten in de aarde heeft gekregen. En de overheid moet met een steeds beter, degelijker verhaal komen om dus geloofwaardig te blijven in ieder geval. Dus het is een enigszins positieve trend wat we ermee bereikt hebben tot nu toe. Wat we nu aan het doen zijn, is ook maar show, Chris. Het is gewoon show en afkoop. Ik bedoel, we hebben nu een 500 miljard gekregen. Nu moeten we weer onze mond houden. Dat is wat je van de Nederlandse gebeuren krijgt, of zo. Een Nederlandse staat, zeg maar, naar het eiland. Als de beerput van Nederland werkelijk open gaat, en dat zie je nu ook met deze oorlogen en zo. Kijk maar eens de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat de rol van Nederland is geweest, nou dan, ja, ik en zeker met de mensen die hier wonen, schaam ik dat er nog steeds in mijn paspoort stond dat ik Nederlander was, hoor. Zeg ik nou, nee. Weet je, net zoals dat bijvoorbeeld mensen hebben moeite met Michiel de Ruiterlaan, of ik noem wat geks, hè, maar ik vind het belangrijk om inderdaad de waarheid te achterhalen achter deze gasten, of als het al, echt bestaan hebben, maar vooral over dus de wanpraktijken. Die hier gewoon ook wereldwijd Europees gaande zijn. Want weet je, het is hetzelfde als Nederland in die tijd, die had 4 of 5 miljoen inwoners, draaiden hun hand er letterlijk niet voor om een heel wetboek te schrijven waarin ze gewoon letterlijk andere volkeren der wereld er gewoon uitroeiden gewoon. Ja. Voor puur en alleen handel, iedereen afpersen, dat slaat. Het was net zoals dat ze hun eigen burgerij natuurlijk ook hebben behandeld in die zin. We zijn allemaal slaaf natuurlijk in die zin geworden, sindsdien ook. Ik vind het eigenlijk op een ongelooflijk waanzinnige manier. Dus inderdaad, dat we dus nu wereldwijd hier wel een beetje collectief wakker worden. Zeker in Nederland. En zeker ook dus de generatie na ons. Ik denk dat ze nog een bittere, zware pil gaan krijgen in de toekomst om dit kaartenhuis in stand te gaan houden. Denk nee, Nederland is diplomatiek is zo sterk. Nederland krijg je niet te pakken. Nederland krijg je niet. Nee, dat is ook wel zo. Dat is het. Ergens vind ik het mooi dat. Ja, goed, ik heb er heel veel in. En ik heb ook veel met politici in het verleden gewerkt en zo. En okay, ja. die lui hebben dat zo
magnifiek in elkaar zitten. Ik wil je, ja, je kan klagen over Rutte en over ja, wat nee, er allemaal is geweest. Snap je? Maar, ja. Snap je? Dus, en dan moet je ook niet... Kijk, ik probeer dat hier ook. Hier is nog steeds die anti tegen de Nederlanders. Dus de lokale mensen anti tegen ons Nederlander. Ik kan ook niks aan doen dat ik niet lichter ben, of niet donker ben. Oftewel, want ik zie jou gewoon een keiharde, gewoon anders dan een Antilliaan natuurlijk. Dus, maar jij wordt beschouwd als een keiharde Nederlander daar. Ik ben gewoon een Nederlander. En zo word ik ook behandeld. Ja, okay, en wow. er is gewoon vanuit de Antillianen naar de Nederlanders toe, is er nog steeds, dat wrijft nog steeds. Maar als ik dan zeg van, wij als blanken zijn ook slaven geweest van de donkere bevolking. En dat staat ook in hele hoop boeken. Ja, maar dat geldt niet. Dat is verkeerde geschiedenis. Maar gaat gewoon, kijk, dat hele spel van blank en donker en weet ik wat, gaat allemaal om geld. Dat is juist in het leven geroepen om dat lekker die discussie gaande te houden, zodat hun achtergrond kunnen doortellen inderdaad. Jezus, het is gewoon, ze willen, die 500 miljard was niet genoeg, nou moet er meer komen. Ja, en dan is het dan opgelost? Zijn die slaven er dan nooit geweest? Ach, kom op. Precies, en ik bedoel, hoeveel geld moet er nog zijn? Jullie hebben geloof ik tonnen met coke liggen daar, jongens. Hey. Wat is dat nou in Holland? Ja, hoeveel moeten we hebben? De overheid moet gewoon een keer een beetje een sigaret uit eigen doos beginnen uit te delen daar. Ach man, hou op. Nee, je hebt hetzelfde, heb je er nou... Het is zo scheef hier. Ja, het is, maar ja, hoe dat hier met wiet zit natuurlijk, is het daar eigenlijk met sos of met coke, hoe je het noemt. Het is eigenlijk waanzinnig natuurlijk ook. Hè. Dus ik zag natuurlijk eerder die opmerking over de Nederlandse kookfabriek. Dus tot 1920, geloof ik, was het wereldwijd. Hè. Natuurlijk al honderden jaren opium en blablabla, VOC, noem het dan maar op. De Britten, de Nederlanders, wij waren, of de overheden, hadden een levendige handel in deze drugs. En nu is dat in één keer allemaal in de schaduw in Colombia, of weet ik veel, inderdaad, de Dominicaanse Republiek, of bij de Antillen zogenaamd. En het is allemaal in handen van criminelen. Ik vergeet nooit, Chris, ik vergeet nooit meer, een paar jaar geleden was er een orkaan hier op Curaçao, of op de Bovenwinden, dus Sint Maarten, Sint Eustatius. En het enige wat Willem-Alexander kwam doen, hij is dezelfde dag nog naar daartoe gevlogen. Het enige wat hij kwam doen, was een kookhandel veilig. Hoe het met zijn vrienden was en hoe het met de opslag was. What the fuck? En de reporters vonden raar. In plaats, want het was een schip van de marine. En ze mochten absoluut geen lokale, of ze mochten ook geen hulp verlenen. Het was puur Willem-Alexander kijken en weer weg. Ja, what the fuck. Nou, jongens, hoe duidelijk wil je nog hebben voor de mensen thuis? Ja, nou, maar ja, ze geloven het niet. Ik bedoel, hetzelfde dat ik met die... nu pas, eind vorig jaar, is voor het eerst zo'n containerschip van Curaçao is aangehouden. En die moest uitwijken en die kwam in Ierse wateren. En toen konden ze maar... Want ze houden Nederland en Antwerpen en zo houden die schepen... Ze weten welke schepen... Ik heb nummers gegeven. Ze weten welke schepen het zijn. Maar ze worden niet aangehouden. Nee, want die worden allemaal betaald. Maar nu gingen ze via Ierland en dat ging mis. Ja, dus die 80% van de wereldhandel over zee moet en zal via deze straat Rotterdam, deze kant op. Wat is dat dan voor waanzin, hoor? Tussen Rotterdam en Antwerpen. En dan wordt het afgerust. Dit is ook een mooie opmerking. Even kijken, daar is hij dan. Dit stuk ga ik zo meteen even posten van onze vriend Willem. Nou, Willem, bij deze, we hebben je door. Omlaag met die prijzen. Nee, ik gebruik die rotzooi niet verder. Maar het slopt de maatschappij. En even serieus, ik vind het frappant. En het is hetzelfde met wiet trouwens ook. Hè. Maar dan heb ik van wiet een heel ander beeld. Wat ook heel frappant is, dat het überhaupt sinds 80 jaar, ook sinds die tijd, dus helemaal weer verboden is. Specifiek juist dat. Want dat is in mijn ogen altijd wat weer geestverruimend middel. Waarbij je dus misschien wel tegen de hypnose ingaat. En hier is nog nooit iemand dood van gegaan trouwens. Nou wil ik het ook zeker niet adviseren. Als je het niet doet, zou ik het ook zeker niet mee beginnen. Maar sowieso, en dan heb je nog dus de ergste rommel. Heb je dus of alcohol of harddrugs. En het is dus beide in handen van de overheid.
Ten eerste, in elke supermarkt staat het helemaal vol met al die meest grote gif, de alcohol. En op elk hoek van de straat staat de meest duistere gast met de andere grote gif van dezelfde overheid. Het is bijzonder hoe dat is geregeld. Heb je gezien wat er daar in Amerika aan de gang is met al die zombies? Ja, maar die trenkers. Maar valt je niet op dat de staat doet niets? De staat Inderdaad. Ze worden in straten gezet. Ze mogen daar gewoon dealen, alles en nog wat. Ja, het staat bizar. Aan zombies en binnen een paar weken zijn ze dood. Nou, ja, het is echt niet normaal, toch? Ik was het op een gegeven moment elke dag al eventjes kijken in de streets of Philadelphia, zeg maar. Maar nee, zonder grap. Op een gegeven moment heb ik een maand even losgelaten. Dacht ik, nou, misschien is het enigszins verbeterd. Nee. Ah, het is daar... Alleen maar, weet je dat het... Er was een paar weken geleden was er een message van... Dat het gaat over 20 miljoen zombies momenteel. Ja, het staat hier dat beeld zombies zijn. Ja. Oftewel, hè, dat zeg je dan vijf jaar geleden of zo... plus alcohol en al die films voorbij gespiegeld worden, toch? Dus de zombie-apocalypse. Ja. We zijn er dan niet ver vanaf, want deze mensen zien er gewoon eng uit. En het is dan ook nog eens bewust ook in die drugs gestopt natuurlijk. Hè? En daar, ik heb dus een keer een reportage gezien erover. Daar hadden ze het dus over dus dat dit was weer een straf van de Chinezen. Omdat dus, dit ging ook via overheden ook. Omdat ze dus in een andere drugstransportdeal elkaar weer hadden dwars gezeten. Nou, weet je wat, dan gaan we even die fentanyl bij jullie lozen of zo. Ja. Wat een waanzinnige shit. Waar zijn mensen mee bezig, man? Echt. En nou, ook met die heroïne destijds in Amerika. Hè? Experimenten. Die experimenten op die soldaten en zo. Ja, precies. Eerder die soldaten, die experimenten. Daarna stoppen ze die hele medicijn toevoeren. Wat dan ook. En staat iedereen bij de apotheek staat iedereen zichzelf te verkopen, zeg maar. Wat een waanzin. En op zinje voor de veteranen is er ook geen vangnet, blablabla. In Amerika zijn ze zo volop over rechten bezig. Maar daar... Als ik heb zo'n idee dat je daar niet eens doodgevonden wil worden, zeg maar, in dat piratenland. Ja. Het is gewoon helemaal vrijgevochten daar, lijkt me. Ik vind het een aparte plek, zeker. Daar, ik zie dat ook als een soort centraal orgaan, hè, natuurlijk een wereldwijde overheersende elite, zeg maar, die zich daar centreert. Het is een manier van opruimen. Of het nou linksom of rechtsom gebeurt, of het nou met een virusje gebeurt, of met drugs, of met geweren. Ja. Het gebeurt. Kijk, en zolang als de mensen gehypnotiseerd zijn en niet uit die hypnose kunnen komen, want vergeet niet, als je kijkt, als je naar de frequenties kijkt, wat er allemaal nu gaande is, en sowieso met die G5 die er op veel plaatsen al is, maar ook wat er daar allemaal boven ons hangt. Nou... Mm. Ja, geen wonder dat de mensen op de meest raar... De mensen... Je met die satellieten van Elon Musk bedoel je of zo, denk ik? Ja, maar ja, onder andere. Want er wordt gerommeld met de frequentie niet meer normaal. Het is... Ja, nou, neem bijvoorbeeld HARP of zo, toch? Dat in Canada heb je toch geloof ik dat hele netwerk of zo. En dan werken ze ook met die frequenties. En... Weet je, nou ik heb dan een iets ander idee wat satellieten zijn. Maar goed, die vliegen nog steeds in de lucht dus. En met een functie. Dus wat is hier inderdaad aan de hand? Hè? Net zoals bijvoorbeeld die chemtrails of zo, toch? Ja, ja. En dat heeft ook een gekke reden. En het heeft niks te maken met een temperatuurverschil van 1 graad of wat dan ook. Het is altijd niet 40 in die hoogte. Dat is bullshit. Precies, dus eigenlijk... En daar heb ik ook genoeg reportages over gezien die dat gewoon plausibel onderbouwen allemaal, weet je. En die dan vervolgens ook totaal niet worden erkend of überhaupt worden ontkracht door de officiële mainstream verhaal, maar wel volledig de tafel aanvegen met het mainstream verhaal, weet je. Dat wordt dan vervolgens al genegeerd. Maar ik kan dat verder dus niet negeren. Ik ben dus ook met mijn kanaal eigenlijk bezig om gewoon alleen nog maar proberen die waarheid boven tafel te krijgen gewoon. En daarmee een nieuw wereldbeeld opbouwen. En dat zal Chris, wat wil jij bereiken met de waarheid? Als jij de waarheid weet... Wat ik weet is dat ik het nog lang niet genoeg weet, zeg maar. Laat ik zeggen, ik waarschuw je als je te ver gaat. Nou, ik moet zeggen dat ik al een paar waarschuwingen, ik heb al een paar keer in die zin te ver geweest, dat ook de tegenpartij behoorlijk in paniek was, maar dat het ook wel dusdanig wel een soort dreigend gebeuren werd inderdaad, ja. Maar aan de andere kant voel ik me ook wel gaandeweg steeds meer gesterkt en het is nu eenmaal...
weet je, inmiddels is het gewoon een heel fascinerende weg van allerlei waarheden. En ik ben heel ik vind het heel fascinerend om te zien hoe dat door andere alternatieve media op de een of andere manier ook geopperd of gereflecteerd moet worden om dus een gecontroleerd verhaal in stand te houden, wat dan ook. Ik zie het als een soort gespartel en het is nu nog onschuldig, maar we zien wel waar het schip stond, man. Nou ja, als je maar naar je gevoel luistert. Ja, precies, dat is belangrijk. Nou ja, dat zou ik eigenlijk ook geloven. Ja. Kijk, als je merkt dat je een weg in aan het gaan bent, wat voor jou gevaarlijk is of wat niet goed voelt. Exact, exact. Dan blijft dat weg, want het is precies, echt, het is een zeer diepe put. Het is en het is een zeer duistere club met mensen. Sowieso. Ja. Hey, ik vond het een heel inspirerend en leuk en gezellig gesprek samen met nog eens 90 mensen hier erbij, John. Volgens mij vond ik het helemaal leuk, of niet? Toch? Ja, we hebben weer zo ouderwets zitten kletsen. Ja, toch? En ik uiteraard voor herhaling vatbaar. We hebben nog zoveel vaker iets te bespreken hebben, denk ik, toch? Laten we het een keer voortzetten, ergens volgende maand of zo, weet ik veel. Je kijkt maar wat voor jou uitkomt. Ik ben gepensioneerd, ik zit alleen maar in die tuin te vroeten. Dus, top. Nou, ik ben dubbel fulltime voor de overheid en het werk en betaald. Een beetje bijgestaan noemen ze dat, maar dat maakt niet uit. Ik doe het er graag voor. Ik ga je zeker, aangezien je al op mijn pad kwam in mijn eigen onderzoek. Ik denk, die ken ik. Ja, dat is mooi. Dus... die houdt nog eventjes bij hier dan. Mag vervolgd worden, inderdaad. Nou, leuk mensen. Bedankt. Zo, jullie ook bedankt voor het kijken, iedereen thuis. Wij gaan hier nu naar een einde breien dan. En voor de rest een heel prettige avond. Tot de volgende keer, mensen. Okay. Ik heb geen einde dingetje, dus het is nu in één keer stop. Maar ja, later maar weer, mensen. Ik heb trouwens vanmorgen ook weer een enorm interessante nieuw inzicht qua docu-werkveldrichting. Want we hebben namelijk, ik weet, een paar mooie ontdekkingen gedaan. Maar dan morgen meer over. Later.